ladies. Dog, baby, come sit down. Dog, when you hit the sound. Dog, if you stick around. Dog, we gon' talk it out. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ladies Talk Show. Het programma waar we dus van alles bespreken dat te maken heeft met vrouwen onder andere, maar ook gewoon wat ons interesseert. Ik ben Gretel Blokland en ik zit met mijn collega-hostesses. Guamu Mokepesile. Shireen Esayas. Nou, je krijgt straks te horen waarover we het hebben vandaag. We gonna talk it out, ladies talk. In Suriname zijn er bepaalde onderwerpen waar we het niet graag over hebben. Taboe onderwerpen. Denk maar aan bepaalde ziektebeelden, aan levensverzekeringen, aan de dood, aan onze seksuele oriëntatie en ga zo maar door. Ook op cultureel gebied merk je dat we over bepaalde topics niet graag praten. Wij bij Ladies Talk durven dat wel. Dus vandaag gaan we bepaalde taboe onderwerpen pakken en we gaan het doorbreken door het te bespreken. En dit keer ook met een geweldige gast. We gonna talk it out, Ladies Talk. Achteruit naar binnen gaan na 12 uur 's avonds, een stuk papier op een baby's voorhoofd tegen de hik of na 6 uur nagels knippen. Allemaal dingen die we wel eens gehoord hebben van onze Biggie Smas, maar niet altijd geloven. Vandaag gaan we praten over bijgeloof die in bijna alle lagen van de Surinaamse bevolking voorkomt. We gaan het hebben over bijgeloof met mevrouw Patricia Etnel. Welkom erbij mevrouw Patricia Etnel. Vertel ons, wie is Patricia Etnel? Ja, dag dames. Wie ik ben? Ik ben een Surinaamse vrouw, 46 jaar. En in mijn beroep, ik ben parlementariër en moeder van 3 zonen. Oké. Als ik zo naar u kijk, u heeft een soort bigisma uitstraling. Ja. Maar ik wil beginnen met de basics, dames. Wanneer is iets bijgeloof? Zo, bijgeloof is... iets wat jij vindt dat je niet gelooft of dat je vindt van ja, dit is een beetje het bovennatuurlijke, het lijkt een beetje niet normaal. Dan zou je kunnen zeggen dat het bijgeloof is. Maar dat is per individu. En we hebben verschillende bevolkingsgroepen hier in Suriname. En met die verschillende bevolkingsgroepen hebben we verschillende... zaken die maken dat ze eigenlijk deel zijn van wie ze zijn, hun gewoontes. En dat maakt dat anderen die niet behoren tot die groep zeggen van voor mij is dat bijgeloof. Maar dat verschilt van ieder mens, weet je. Want iedereen kan zeggen van dit is voor mij bijgeloof en dit niet. Dus het verschilt. En waarom we dus dan denken aan bijgeloof en de taboesfeer, is omdat wanneer dus... Stel bijvoorbeeld dat papiertje op je voorhoofd. Toch? Mensen zou kunnen zeggen dat ze bijgeloof. Maar waarom praten we over het taboe gedeelte? Omdat je soms dan aan een bigisma vraagt, maar dan waarom? Waarom doen we dat? En dan zeggen de bigismas... Je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Nou, actie staan. Ja. Maar we mogen geen vragen stellen aan oudere mensen. Want sommige van die dingen die anderen typeren als bijgeloof, we doen het en het werkt. Toch? Maar het is ook wel interessant om te weten waarom. Ik had ooit gevraagd, want ik weet, er was ook een andere regel dat je na 6 uur of in de avonduren niet moet vegen. Mm-hmm. Toch? Want je vegi goed ook weer of something. En niemand kon me zeggen waarom. Ik ben een beetje gaan dikken. En het waren eigenlijk gewoon logische dingen van vroeger. Toch? In die tijd waarin ze leefden, dan had je dat ze hadden geen stroom. Ze waren in die houten hutjes met dat houten vloer. En als je s'avonds gaat vegen en er zijn muntjes... Dan gaan ze tussen die spleten van de vloer weg. Verloren. Dus het is logisch bij hun in die tijd. Ik wist dat echt niet. Zie je? Nee, maar daarom zeg ik, voor onze tijd lijkt het bijgeloof. Maar het werkte toen omdat het sens maakte. Ja. Maar niet alles dat vroeger toepasselijk was, is nu toepasselijk. Maar dat betekent ook niet dat we alles wat onze mensen ons leren aan de kant moeten gooien. We kunnen bijgeloof ook een beetje koppelen aan die spookverhalen, spookutori en al dat soort dingen. Heeft u ooit iets meegemaakt? Nou, hoe bedoel je iets? Dus een spook iets, like, je bent ergens, je hoort ineens iets in het plafond of whatever. En dan denk je van, ben ik alleen hier of zoiets in die zin. Kijk, in Suriname maak je vaak dingen mee, toch? Weet je, als je op straat loopt en dan zie je bijvoorbeeld iets vreemds en dan denk je van, wat is dat? Maar ik benader dat soort dingen niet als bijgeloof, maar iets dat eigenlijk met het natuurlijke te maken heeft. Ja. Kijk, bijgeloof... je hoort dat woord bijna niet meer, omdat mensen
anders zijn gaan kijken naar wat ze in hun omgeving meemaken. Ja. Toch, dat je bijna het woordje bijgeloof niet meer hoort in die samenleving. Toch, mensen zijn beter hun cultuur gaan accepteren en gaan omarmen. Toch, 50 jaar geleden zou je bepaalde dingen niet kunnen zeggen op de televisie, omdat men vond van ja, het heeft geen goede beïnvloeding op die vorming van die samenleving. Maar nu heb je dat iedereen over allerlei dingen kan praten op de televisie, op Facebook. Ja. En men vindt het gewoon normaal. En men gaat het ook nog meenemen. Men gaat ook nog kijken van, heeft het invloed op mij? Heeft het invloed op mijn kinderen? Is er onderzoek dat bewijst dat het waar is of zo? Ja, toch. Mensen willen dan ook toepassen van, oké, maar goed, werkt het? Dus bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen. Ja, je merkt vaak dat bij hun die staan, hebben ze een andere manier van ook die ei weghalen. Ja. Weet je toch, hun die staan likken voorhoofden van de baby's voordat ze naar binnen komen. Bij de Hindustanen, omdat ik mijn eerste relatie was met de Hindustanse man. Dus dan leer je de gewoontes daar. Je bent een beetje geïntegreerd. En dan zag ik die oma het doen en ik vond het raar. En ik zeg, maar waarom doet ze dat? En ze zegt, zo halen wij Ogri Ai weg van onze kinderen. We likken het voorhoofd. Dus we geloven allemaal in Ogri Ai. Ja, iedereen gelooft in Ogri Ai, toch? Kijk, een rood bandje, een rood stukje touw. Rood. Toch, rood of blauw. Rood hebben wij ook, Creolen. Maar als wij rood zetten, dan zetten we rood voor de hik op. Weet je, kinderen die last hebben van hik, dan gaan we rood. Maar bij de Hindustanen zetten ze rood ook voor het kwade oog. Nee, okay. Zet op blauw. Laten we dan bijvoorbeeld dat gelik pakken, toch? Gelik op de voorhoofd voor Ogri Ai. En u heeft oma gevraagd, oma heeft gezegd, ja, is voor Ogri Ai. En waar ik naartoe wil gaan, is dat je soms als je doorvraagt, om te zeggen, oké, maar hoe haalt dat Ogri Ai weg? Wat precies? Kan oma je antwoord geven? Wat is Ogri Ai? Kan oma je antwoord geven? Nou, kijk, je moet erin geloven. En daarom gebruiken we het woordje bijgeloof, toch? Want kijk, het moment dat je er niet in gelooft, werkt het niet. Want dan is het over spookutories. En ik denk dat sommige dingen taboe blijven, omdat we dus niet erover communiceren. Klopt. En ik had dus een vriend die me ooit zei, wanneer je iets dus op straat ziet gebeuren, mag je het niet zeggen. Anders word je, hoe noem je dat? Anders word je, kan je doofstom worden. In welke way, als je iets... Dus als je een takrusani ziet, mag je niet erover praten. Oh. Je moet gewoon draaien en naar je huis gaan, anders word je doofstom. Nee, kijk, maar kijk, ik denk dat waar we hier rekening mee houden, een heleboel dingen gebeurden vroeger. Er was geen stroom, het was donker, veel bos, het was niet echt bewoond, er waren niet veel huizen. En ik geloof wel erin dat takrusani bestaan. Mm-hmm. Gelukkig heb ik nooit eentje hoeven te zien. Hoef ik ook niet te zien, maar ik geloof wel dat dingen er zijn, omdat ik ook om me heen zie wat mensen meemaken. Wat ik storend vind, is dat andere mensen, omdat jij dat niet gelooft, dat je het als bijgeloof gaat benoemen. Yeah. Dat vind ik sowieso al disrespectvol naar iemand anders toe die er wel in gelooft. Maar voor wij die er wel in geloven, vind ik dat we ook meer erover moeten praten. Ja. Dat we moeten begrijpen waar die dingen vandaan komen. Waarom zijn die dingen? Waarom mag ik het niet zeggen? Waarom mag ik niet fluiten 's avonds? Toch? Waarom moet ik met mijn rug naar binnen? Want ik hoor van iemand laatst, ja, waar Mati Vengo naar Osso aan het draaibakken. En die is direct ziek geworden die avond. Bonumang moest komen. Weet je? Maar waarom mogen we het niet zeggen? Want ik vind het moeilijk om iets te geloven als je me nog niet kan vertellen waarom. Want ik ben laatste dag gaan zeggen, mama, waarom? Dan begin ze er gezicht af om me te draaien, toch? En ik ben benieuwd. Dus jij hebt gehoord je rug draaien. Ik heb gehoord, als je dus een spook ziet, niet erover praten. Mevrouw Patricia, kunt u delen iets waarvan u heeft gehoord? En we mogen er niet over praten. En we mogen er niet over praten. Dus je bedoelt in de taboesfeer? Ja. Ja, ik denk de mutual things dat we altijd meemaken, toch? Van ja, als je bepaalde dingen ziet, mag je het niet zeggen. Dat zijn de taboe dingen die je eigenlijk ook over... je mag bijvoorbeeld niet praten over seks, bijvoorbeeld. Dat is ook een hele grote taboe waarmee vele gezinnen nog mee zitten. Toch? Ja. Praat er niet over, zeg het niet. Want anders gaat zo moet je worden. Ja, toch? Hey, of zij. Ja, is meestal dus op de meisjes gericht. Zeg niet. Is dat echt iets dat mensen zeggen? Ja. Ik hoor als je gaat praten over seks, dan gaat je kind willen proberen. Ja. Nou, ik vind ze zijn dan te vroeg rijp. We komen daar straks op terug. We hebben een heel uitgebreid segment erover. Voor nu gaan we heel even naar de break.
We gonna talk it out, ladies. Dan gaan we nu naar onze tweede topic. Bepaalde ziektebeelden die nog steeds in een taboesfeer zijn. In Suriname zijn we soms zelf bang om bepaalde ziektes voluit te noemen. Ja. Toch? We gaan geen kanker zeggen, we zeggen... C-A of K-A. Of takrusiki, dat heb ik ook gehoord. Serieus? Ja. Of HIV, of AIDS. Er zijn bepaalde dingen waar we nog steeds niet over willen praten. Je ziet wel in 2022 worden mensen losser. Sommige mensen nemen ons mee in hun traject via social media. En delen hun diagnoses, delen hoe ze erdoor komen. Ja. Dus wanneer we het hebben over bepaalde ziektebeelden in de taboesfeer, wat is jullie ervaring ermee? Nou, wat ik heb meegemaakt is dat een hele close familielid van mij heeft pas kanker overwonnen. Mm-hmm. En dat zou eigenlijk iets zijn dat je zou moeten celebreren, toch? Yeah. Hey, je hebt het overleefd. Yeah. Want er zijn genoeg mensen die het niet halen. Yeah. Die wel sterven eraan. Maar ik heb gemerkt dat bij haar het heeft zo'n danige shock gebracht dat ze zich heeft gesloten in dat huis. Niemand mocht weten, ze had niet eens de familie verteld. Yeah. Niemand mocht weten dat ze kanker had. En ik denk, wat is er? Je hebt het, woman, je hebt het gehaald. Dus je moet die celebreren. Ja, ik heb pas iemand moeten begraven die kanker, die de strijd niet heeft gewonnen. You won. Jij moet een success story zijn. Je moet eigenlijk de wereld vertellen van, look, homie, ja, ik heb het gehad en ik leef nog. Weet je, maar er is toch ergens, ik weet niet wat er is. Wij mochten het niet eens weten. Ja. Toch? Ja. En ik snap niet van waar het komt, om eerlijk te zijn hoor. Wat voor taboe is er daarom? Nou, ik denk niet eens. Is het taboe? Ja, ik denk dat het taboe is. Hoe zou u het verwoorden dan? Ik denk meer, sommige mensen leven gewoon in hun eigen ding. Ze willen niet dat mensen het moeten leven. Kijk, taboe is iets waarover vele mensen niet praten. Ja. Toch? Want kijk, een van de dingen is ook wanneer mensen een kind hebben met een beperking. Merk je ook, ja, daar men er niet over praat. Het kind wordt opgesloten. Suma sabi. Weet je toch? Dus dat merk je ook. Men heeft echt zoiets van, men wil er niet over praten. Terwijl je eigenlijk dat kind de wereld moet laten kennen. Of men verstoot dat kind. Maar wat dat gaat kind er volgens hun gebeuren? Als ik denk dat, weten. Weet je, een soort shame of shame. Mensen hebben een soort schaamte. Mm. En willen dat niet, dat mensen dat moeten weten. Ook met AIDS. AIDS is nog steeds een taboe, hè? Ja. Ja. Mensen praten niet erover. Mm. Mensen vinden het vreselijk. Terwijl we eigenlijk nu al in een fase zijn in de wereld. En mensen zeggen van, met AIDS kan je leven. Met AIDS kan je allerlei dingen doen. Maar in Suriname, nou, als we nog zaken. U zei daarnet, weet je, het is niet bepaald een taboe. Sommige mensen, weet je, die doen een potentori naar doro. Dat is één ding. Maar wat about, sinds ik klein ben, wanneer ik tussen mijn tante zit, dan hoor ik die ziekte toch, asikito. En ik was een beetje vrijpostig, dat vraag ik mijn moeder. Ja, precies. Wat voor ziekte? Dus dat is dan ook wel een beetje taboe, als men het niet wil benoemen. Ja, ook menstruatie is een taboe. Echt hoor? Ja, ja. Je moet weten, sommige... weet je, als de meisjes... Het wordt ook niet met ze echt besproken. Wanneer de meisjes in de fase belanden, worden ze niet voorbereid. Plotseling staan ze op en ze zijn ziek. En dan hoor je moeder zeggen, en je moet niemand zeggen, hè? Hou je mond. Ja, ook mannen die niet trefoe hebben. Je moet dit niet, je moet dat niet. Weet je, en dan denk je van, maar oké, maar waarom mag ik niet erover praten? U maakt een interessante opmerking. Weet je? Ik zag op Facebook ook pas een post langs gaan een paar dagen terug. Van een heer die maandverband voor zijn partner, zijn vriendin, heeft gekocht. En er werd schuin naar hem gekeken. En dan was hij, tenminste, heeft hij een vrouw. Weet je, en hij weet dat die vrouw elke maand zwanger moet raken. Niet zwanger, menstrueren. En dan weet je dat ze niet zwanger is. Want meestal wil ik het niet in een gehoorbeheer. Maar voor een gehoorbeheer aan menstruatie moet komen toch? Ja. Want waarom praten we daar niet over? Wat is er mee aan de hand? Eigenlijk zie ik toch wel dat tegenwoordig mannen en jongens er heel anders mee omgaan. Vooral het menstruatiegedeelte hoor. Ja. Dat ze nog maandverband gaan kopen, no? Ik ken een heleboel jonge fans. In de 20, die gewoon maandverband voor een vriendinnetje gaan. Ja, je ziet wel een goede richting op hoor, maar het is nog steeds een beetje een... Dus we doorbreken het een beetje. Een beetje, maar dan gewoon naar een andere topic, want mijn favorite topic, zoals jullie weten, is mental health. Toch? En dat is ook een hele andere eier-eter, wanneer mensen het heeft over depressie, of gekte, of... Naar de psycholoog gaan. En ik had een vriendin die naar de psycholoog is verwezen, maar bij PCS.
Meisje, ze is nooit gegaan. Ze is nooit gegaan. Ze zei, als ik die oranje gebouwen zie, als mensen mij naar binnen zien gaan... Dat denk je lauw. Dat denk je lauw. Maar jij zou toch ook op bezoek gaan bij iemand, hè? Ja, nee, ja, dat is niet. Jij ziet altijd zoiets als een sticker, toch? Naar Loma, ja. Of zo eraan. Ja. Maar dan nog, je gaat op bezoek, maar dan gaan ze zeggen, oh, je hele familie is gek. Ja. Snap je? Dus dat komt ook mee. En dat simpele dingen zoals medicatie zelf halen. Je medicatie halen, je haalt het en je schuilt het. Toch? Je wil niet dat mensen zien, je wil niet dat mensen weten dat je quote-unquote gek bent, wat natuurlijk niet klopt. Ja. Je wil niet dat men weet wat voor ziektes je hebt, je wil niet... Het is... Men is gewoon bang. Nee, maar gaan jullie wel eerlijk zeggen, of schaamte. Hè? Als jong meisje, ik was pas in een relatie, had de arts mij een misdiagnose gegeven. Mijn huisarts toen had me gezegd dat ik een SOA had. Mm-hmm. Ik was helemaal... En ik was toen 18, 19, denk ik. Toch? En ik was ook helemaal de klus kwijt om eerlijk te zijn. Ik heb gehuild, ik dacht verschrikkelijk. En achteraf bleek dat het niet klopte. Hij heeft zich vergist. Onvoorstelbaar. Kan je vergissen? Ik zweer het je. Maar hoe kan je vergissen dan? Ja, onvoorstelbaar wat die man... Maar goed, dat is een ander verhaal. Mm-hmm. Maar ik kon het ook niet bespreken toen. Ik heb helemaal met mijn partner besproken, maar ik sowieso had van, nou, you give me. Want je bent mijn enige, je zegt, nou, you give me. Toch? Maar ik voelde me ook niet comfortabel toen om te gaan praten met mijn moeder, bij wijze van spreken. Wat zeg je? Ik denk dat die keyword daar is wat u zei daarnet, schaamte. Mm-hmm. En Brené Brown is een hele bekende psycholoog. Mm-hmm. En zij zegt, wat is schaamte? Mm-hmm. Schaamte is het idee, wat gaan mensen van me denken? Mm-hmm. En u weet, Suriname is echt een soort dorpje. Yeah. En de hele tijd, zo word je opgevoed. Hoe ga je zo op straat? Wat gaan mensen denken? Hoe loop je zo? Wat gaan mensen denken? Met wie ben je? Wat gaan mensen denken? Dus we moeten dat echt gaan doorbreken. Want... Maar we moeten dat positief doorbreken. Weet je moet het niet doorbreken dat mensen zeggen van, oké, de hel breek los. Want kijk, de Surinaamse samenleving heeft een bepaalde manier van vormen. Ja. Weet je, kijk, in het buitenland heb je bijvoorbeeld wanneer het zomer is, dan heb je zo'n dag dat iedereen naakt mag rondlopen. En weet je, dat was ook in de krant. Ja, weet je toch? Ik denk in Suriname zijn we nog niet ready voor zoiets toch? Mogen wij gewoon op Facebook? Maar nee, maar zie je, het is erg dat je op Facebook bent. Maar ik denk dat in een multiculturele samenleving zoveel dingen anders zijn, omdat we, weet je, we hebben geen bevolkingsgroep die de minority is, toch? Dus die het leidt, toch? De majority is, toch? Die de, weet je, we die zijn bepaald. Allemaal in balans. Dus alles dat we van elkaar kunnen leren, is altijd positief. In bepaalde dingen zijn we helemaal like strikt, toch? Weet je, bijvoorbeeld ook kleding. Alles is het zo van, hey, je weet toch, waarom trek je zo aan? Waarom die short? Je mag je oksemol naar de kerk dragen. Je mag je oksemol. Dus op bepaalde gebieden zijn we strikt, maar weer op andere? Zijn we like, dingen, maar er is ook een hele evolutie geweest. Want in de jaren 90 bijvoorbeeld, toen was ik van de vorige jaar, was ik een tiener. En ik kan me nog herinneren, we waren met een groep vriendinnen en ik had eentje, die was helemaal Dan ben ik aan Cherchi, dan gaat ze uit Touché, dan belt ze op mijn huisnummer, Patricia, waar ben je? Waarom wil je dat tijden, mevrouw Patricia, waarom wil je dat zijn? Ik kom je halen, ik denk je kleren aan, we gaan naar de kerk. Yeah? Dit is zo'n verhaal waar je eigenlijk niet wil zeggen dat zij het was, maar is dat niet? Nee. Dus ik denk, ik trek mijn nette jurk aan, plotseling zie ik mijn vriendin daar staan, een soort decolleté blouse. Ik dacht, ga je zo naar de kerk? Ik dacht, Patty, we gaan naar de kerk. Weet je komt in de kerk aan, dan beginnen die vrouwen allemaal zo. Die tantes. Al die zusters. Wat is ik motto? Dan hoor je hoe ze klagen. En achteraf ga je ook weer horen. Zij was echt like, weet je, ze had niets te maken. Dan gaat ze opzettelijk voorin zitten. Doe je de bank. En ik zei er altijd, waarom doe je dat? Hoor je nog, Patricia, die is een oude vrouw, moet je het leren. Ik kom hier voor mijn kleren, ik kom hier om te bidden. En ik denk dat we het hier gaan samenvatten. Echt? Ik denk dat we het hier gaan samenvatten. Het voorbeeld van de kerk is een mooi voorbeeld. Wanneer je het over ziektebeelden hebben, precies zo kijken mensen naar je. Ja. En soms komt die schaamte naar boven, waardoor we het een beetje ons terug willen trekken. En we want to hide. We moeten meer tolerant zijn ook naar elkaar. Tolerant. Ja. En daar gaan we naartoe. Nu gaan we naar onze derde topic. We gaan talk it out. Zin in shoppen? Heeft u een outfit nodig voor een speciale aangelegenheid, maar kunt u niets vinden dat bij u past?
Bezoek JJ Impera. JJ Impera is een van de Surinaams gedreven modewinkels waar je exclusieve outfits kan kopen. Kom lekker langs. Wij zijn aan de Mahonilaan nummer 69. JJ Impera. Reference in elegance and sophistication. Oké, is goed. Dan spreken we af voor vanmiddag. Ja. Oké, is goed. Ja, is goed. Shit. Wat is gebeurd? Mijn laptop is net gevallen en ik heb straks een meeting. En ik weet echt niet hoe ik verder moet. Maar dan bestel gewoon een nieuwe op de website van Digital World. En hoe haal ik het? Ze leveren. Kijk. We hebben het dus over taboe-onderwerpen, van bijgeloof tot ziektes. Maar een ander taboe-onderwerp in Suriname is ook mensen hun seksuele voorkeur, de LGBTQ community. Wereldwijd wordt in juni wordt dit gevierd, toch, ja, voor deze mensen. In Suriname doen we dat in oktober. Dan hebben we een heleboel activiteiten rondomheen voor mensen met LGBTQ. We merken wel dat mensen ook wat toleranter worden, hoor. Veel mensen komen ook meer open. Ook op Facebook zie je dat mensen en social media in zijn geheel, dat men eerlijk uitkomt voor hun seksuele voorkeur. We zijn zogenaamde tolerant. Maar wanneer het op onze eigen kinderen aankomt, is het weer een ander verhaal. Yes. Hoe zou u ermee omgaan, mocht het zijn bijvoorbeeld dat u drie zonen, hè? Ja, drie zonen. Drie mannen. Drie mannen. Als één van ze zou zeggen, mama, ik ben gay. Normaal. Ja? Accepteren. Kijk, en ja, ik zie bijvoorbeeld mijn zoon, mijn oudste zoon, is heel anders. Mm. Hij accepteert het niet. Dus wanneer ik erover praat, want ik heb nog twee, en ik zeg ze altijd van ja, als het moet, dan moet je erover praten. Uh-huh. En dan zegt mijn zoon, mama, ja. Ja. Nee. Ik zeg, Saint-Pierre. Het is een normaal ding. Nee, man, nee. Dan gaan we hem brengen naar een mochotentje. Met een maasje vrouw. Ik zeg, het is normaal. En ik zeg ze ook van, kijk, je moet het gewoon kunnen accepteren. Want het is de persoon zijn voorkeur. Daar kiest hij voor. Je mag er niet tussen komen. Maar wat heeft het dan met hem te maken als zijn broer, zeg maar, gay zou zijn? Nou, ik denk dat het gaat om mannen, hè. Mm-hmm. Mannen gaan heel anders om met dit onderwerp als het gaat om LGBTQ, hè. Plus. Ja, plus.
Ze gaan er helemaal anders mee om. En dat zie ik, omdat ik weet, je hebt jongens, ze hebben vrienden. Dus wanneer hun vrienden daar komen en ze beginnen erover te praten, dan hoor je dat ze er helemaal anders mee omgaan. Voor hun is het van, hey, no. Weet je, het kan niet, het is onacceptabel. Wij vrouwen, denk ik, gaan er ook helemaal anders mee om. Voor ons is het van, hey, it's okay. Ik hoorde laatst dat ik niet een dame der type was. Ik ben bijna gek geworden. Ja? Ik ben niet gay, maar hoeveel ben ik niet een type? Maar waarom zou je... Nee, dat is waarom ben je gek? Waarom ben je gek geworden? Weet je moest de type zijn? Ik wilde de type zijn. Nee, ik wil ook niet zeggen. Oh nee? Ja. Wat ze zei over mannen, het is echt zo. Hè. Ik heb een broer en vroeger hadden we buurmeisjes en ze hadden een gay vriend. En die gay jongen was zo verliefd op mijn broer. Hij gaat me echt haten dat ik dit zeg. Maar die jongen was zo verliefd op mijn broer. Hij kwam speciaal om gewoon te kijken naar mijn broer. Wow. En mijn broer kwam gewoon niet naar buiten. Hij zei, no, ik kan mijn koe. Hey, ik ben niet met die vriend. Hij werd boos, hè. En mijn broer zegt, Trifano, laat het. Het is normaal. Nee, hij werd echt boos. Ik heb wel het gevoel dat met alle dingen... in taboe sfeer, dat we wel de positieve richting op gaan, hoor. Ja. Want ik heb ook broers, ik heb ook neven die, wel, hoe noem je dat, die echt open voor zijn. Die denken van, als het voor jou werkt, werkt het voor jou. Dat is het. Nee, maar je moet kijken of ze accepteren als vrienden. Ja. Wij vrouwen, denk ik, accepteren makkelijk gewoon een lesbische vrouw als vriendin. We hebben er geen problemen mee. Als mattie. Maar je moet kijken of mannen dat wel doen. En ik heb het gevoel dat ze daar anders mee Oké, en dan komen we hier. Daarom is het in de taboesfeer. Daarom wil men niet praten en zichzelf uiten. Want je denkt, mensen gaan je direct klassificeren. Mensen gaan je in een box zetten. En mensen gaan zeggen, we zijn geen vrienden meer. Toch? En dat is dan niet prettig. Maar ik zeg dus, ik ben niet zo veel op social media, maar Facebook, wanneer ik in de rust ben, dan ga ik wel even scrollen. Mm-hmm. En ik zag een interessante discussie online van iemand die ik ken, die dus gay is, die vroeg zich af waarom mannen er een probleem mee zouden hebben om een gay mattie te hebben. En ik heb echt mijn tijd genomen om te lezen wat die mannen zeggen. Wat kwam naar buiten? Eerlijk waar, ik was verrast om te zien hoeveel mannen nu best tolerant zijn naar gays toe, maar... De standaard uitspraak die gemaakt is aan een chair economy. Ja. Toch? Als het besmettelijk is. Dus de vraag is natuurlijk, ja. Gaan ze ze wel accepteren als een echte mattie? Ja, nee, ik heb het vraag van werk. Als het een chair economy, dan begint het van, mag de persoon wel in zijn comfortzone? Nee, het ging niet daarover. De discussie ging erover dat, dus wat ik heb gelezen tenminste, is dat die hetero mannen accepteren die gay mannen. En die gay mannen eigenlijk accepteren niet dat die mannen hetero zijn. Want ze willen toch wel proberen om te kijken of ze iets kunnen vinden. En daar hebben die mannen overwegend het issue mee gehad. Ik heb jou genomen. Ik heb jou geaccepteerd dat je gay bent. Accepteer dat ik niet gay ben. Waarom moet je me chanten? Waarom wil je toch nog kijken als ik in de kast ben of zo? Weet je, on the low or something. En ik denk dat ook bij mannen vooral een issue is. Ze vinden het niet erg om gay vrienden te hebben, maar die gay mannen moeten misschien ook een beetje erop gaan letten dat ze moeten niet gaan pushen. Ja. Het is een heftigere topic als we naar daar toe gaan, hè? Want als je kijkt naar seksualiteit, iemand mag dat altijd vragen. Iemand mag toch altijd vragen, je moet nu komen doen alsof die mannen op je deur kloppen, om in je kamer te komen. Kijk, ik vind het niet erg als vrouwen me benaderen, ik vind het niet erg als mannen me benaderen. Dus ik bedoel, ik zeg gewoon wat ik leuk vind en wat ik niet leuk vind. Ik voel me totaal niet beledigd ervoor, maar dat ben ik. De samenleving in zich is weer wat anders. Hmm. Toch? Want we hebben het bijvoorbeeld over lesbische en gays. Maar je hebt ook die groep biseksueel die ook daar is. Ik denk dat mensen in Suriname daar totaal geen begrip voor hebben. Er wordt vaak gezegd, ja, greedy, greedy. Je bent confused. En waarom hebben mensen geen begrip? Mensen hebben geen begrip, want they lack knowledge. Als je niet genoegdoende weet, ga je hoogwaarschijnlijk een bepaalde manier jezelf uiten die helemaal niet klopt of wetenschappelijk bewezen is, want het komt niet op jou. Klopt. Of je gaat zeggen, hey, hij moet echt naar de kerk, hij heeft God nodig. You don't know enough, you lack knowledge. Ja, dat maar ook dat, als ik dan terugbreng naar kinderen, ik heb ook een zoon en ik heb een zoon en een dochter. En bijvoorbeeld, ik merk ook met mijn man. Mijn zoon die is een kind en kinderen worden van hem te spelen met anything. Mm. Maar ik merk dat mijn man er echt moeite mee heeft als een jongen met een pop speelt. Terwijl ik zeg, nou, dan gaat hij een lieve man worden als hij niet gay is. Ja. Is hij een lieve man als hij groot is? Hij gaat dan weten hoe hij zijn dochters haar moet kammen. Hij gaat misschien leren om te koken als hij met potten... Wat is het probleem om kinderen bijvoorbeeld met zulke dingen te laten spelen? Dat is normaal.
En wanneer kinderen klein zijn, spelen ze met unisex, ze spelen met auto's, met poppen, weet je. En we moeten jongens ook niet zo strikt opvoeden. Maar goed, ik bedoel, dat is iets dat bij de man anders is. Weet je. Ja. Wij, dus daarom zeg ik, vrouwen over het algemeen kijken totaal anders naar die wereld. Ik wil u ook wel complimenteren, want dat heb ik gemist. Maar ik wil u complimenteren dat u dat gesprek kunt hebben met uw zoon. En kan zeggen van, hey, als het zo is, ik weet niet wat het is, maar als het zo is, mag je hier zijn. Weet je? Tuurlijk. Ja. Je moet dat vooral niet afstraffen. Want dat is heel erg belangrijk. In de opvoeding moet je je jongens en je meisjes leren dat wat hun voorkeur ook mag zijn, ze zijn welkom in dat huis. Maar ik... Met, op het moment dat je ze zegt van nee... No ja, creëer je een hele andere situatie voor ze. En dan wordt het gevaarlijk, toch? Want dan gaan ze naar anderen en je weet niet hoe anderen ze eigenlijk beïnvloeden. Dat is waar. U zegt het zo mooi. Ik heb de laatste tijd wel heel veel gemerkt dat eigenlijk de jeugd veel meer gaat experimenteren ook. Een heleboel mensen zijn ineens bi of polygameus of whatever. En... Ik weet niet waaraan dat ligt. Zal dat liggen aan dat ze echt willen experimenteren of dat ze nu echt gewoon vrijer uit de kast komen? Maar experimenteren ze altijd zo. Laten we nu social media hebben. Ja, dat doet niet. In onze tijd was het ook normaal om te experimenteren. Oh, heeft u ook geëxperimenteerd? Dat wil ik wel weten. Ik hield van voetballen, toch? Voetballen was echt een van mijn sporten. En je weet, in de voetbalwereld, vroeger... ging vaak voetballen bij André Kamperveenstadion als 16-jarige. En ze zeggen dat ze een greet meid in brief moet voetballen. Ja, en je moet je voorstellen, wanneer die meisjes kwamen voetballen. Wat is dat? Ik weet het niet. Oké, ze vinden je leuk, ze vinden dit. En het was voor mij, ik was niet like van, weet je. U wilde niet oefenen? Nee. Maar het was... Het was een wereld dat je binnentrad en daar had je veel meisjes die eigenlijk als jongens deden. En voor mij was voetballen dat ding. Ik keek niet naar, ik moet verliefd raken op een van die meisjes. Want ik hield van voetballen, dus ik voetbalde ook met jongens. En ik ben blij dat u dat zegt. Dat u kan zeggen, het is geen ding van nu. Want Shireen, jij zegt, nu zijn heel veel mensen ineens. Ja. Toch? Which is, ik denk, die zin is een beetje raar. Ja. Omdat het, weet je... haalt weg van mensen experience. Want sommige mensen zijn werkelijk gay. Ja. Toch? En het was er al lang experimenteren. Ja, het is belangrijk. Nee, het gaat niet eens alleen maar daarom. Je hebt, wanneer je opgroeit, krijg je steeds nieuwe emoties. Ja. Toch? En je denkt van, oh, bijvoorbeeld bij de bi-mensen. Oh, ik vind hem leuk, maar hey, het is wel wat. Ik ben ook aantrokken bij een meisje. En het is niet eens een kwestie van experimenteren, maar je probeert te ontdekken wie je bent, toch? Waarom voel ik me aangetrokken hier? Maar ook bij de bi-mensen, ook bij de gay-mensen, ook bij de lesbische. Want er is een bepaalde verwachting ook in de samenleving dat je een vriend moet hebben. En dan plotseling van die greetie, en dan een meid. Maar omdat mijn moeder vond, ik moet een vriend hebben. Maar toen ontdekte ik een meisje en ik vond haar leuk. En zo heb ik ontdekt dat ik lesbisch ben. Ja. Toch? Dus het is niet, ik denk ook dat we rekening moeten houden met de notie ook dat er veel meer representation is, ook op televisie. Ja. Ik weet niet of je het hebben gemerkt, op maar er wordt bijna elke show is there has to be somebody gay or something in it. En ik zie het zelfs als moeder, zie ik het ook in tekenfilms tegen. Ja, het was laatst volgens mij nog een topic op Facebook over een nieuwe tekenfilm van Disney Plus. Is het nog? Was Lightyear something. Oh. Ja. Ik ben moeder, dus ik luister. Ja. Blijkbaar geeft hij dus die animatiepoppetje geeft een kusje aan een andere heer en... Facebook was all over it. Kijk, ik nogmaals, ik heb geen moeite met niemand van de LGBTQ. Mm. Maar ik ben ook een moeder. En ik vind niet, persoonlijk, dat men jonge kinderen zo vroeg moet exposen aan die dingen. Ja. Als een kind er zichzelf die emoties heeft en er naartoe wil gaan, dan wil ik wel het kind begeleiden naartoe. Maar ik vind dat we kinderen al bepaalde zaden in hun hoofd moeten zetten. Maar ik denk dat ze het niet echt erin willen printen, maar gewoon duidelijk willen maken van, het is normaal. No, dus wanneer we... Guys, ik ga de hamer even moeten slaan. Wanneer we dus gaan praten over seksualiteit
en LGBTQ+, is het leuk wat mevrouw Patricia zegt. Van hé, ik neem het mee, we moeten het meenemen, maar het is geen nieuw ding. Mm-hmm. Toch? Maar waar gaan we die lijn, waar trekken we de lijn tussen? Hé, wanneer is het taboe, wanneer praten we te veel erover? En wanneer vindt er indoctrinatie plaats? Dus goed. Een ander ding. Ja. Dus dan gaan we het hierbij afronden. Ja, je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Mevrouw Edna, ik ben zo blij. Nee, sorry, ik moet zeggen Patty. Mag ik mevrouw Edna zeggen? Ik ben echt blij dat je het ook wel heel eerlijk bent geweest en open hierover. Yes. En ik weet dat mensen sowieso op social media ook een mening hierover zullen hebben. Jullie mogen op onze social media page blijven discussiëren. Maar wij willen nu weten wat de mensen op straat te vertellen hebben. Dus we gaan even naar straat praten. We gonna talk it out. Hi, ik ben Teersa en welkom bij Straatpraat. Vandaag zullen we het hebben over taboe-onderwerpen. Denk jij dat het vrijer praten over seks, alcohol en drugs zal helpen om de jeugd op het juiste pad te houden? Ja, het is beter als je ze vroeg leert. Je hoeft niet te wachten tot 21, 22, want dan moet ik je brokje aan en dan zeg er gewoon wat er gaat gebeuren. Nog een tijd heb je aan je brokje of mouw zoet vinger gooi niet aan. Nog een minge man of zoet vinger gooi niet aan. Zeg er gewoon. Kinderen van nu zijn zo wijs dat je vanaf 10 jaar al aan een kind moet vertellen wat seks is. Want ze zei, nu is het nu zo modern, die kinderen gaan op het net. En als je ze niet vertelt, zelf een jongen van 5 jaar gaat al op het net. Dus hij ziet bepaalde dingen. Of dat meisje ziet bepaalde dingen. Toch? En als je dat schuilt houdt voor dat kind, dan willen ze meestal gaan uitproberen. Want ze zien het al. Toch? Dus ze gaan het willen uitproberen. Dus vanaf 10 jaar vind ik dat je dat kind al bewust kan maken wat seks is. Ja, dat denk ik wel. Want ze over seks wel. Meestal praten ze dit over seks met kinderen. Geloof jij dat er na 12 uur takrusanis op straat zijn en dat je met je rug naar binnen moet lopen? Helemaal niet hoor. Helemaal niet. Nee. Het is eigenlijk iets wat ze hebben aangeleerd en hebben meegenomen. Maar het is wat jij wil. Weet je, als jij ervoor voelt om dat te doen, keus ligt aan jou. Maar als ik naar huis ga, ga ik gewoon met volle moed naar binnen. Ik heb slaap, ga naar huis. Ik ga naar binnen. Ik vind het lastig om te zeggen, want ieder gelooft zijn eigen ding, maar ik geloof er niet in. En ik heb het ooit gedaan in Nederland, maar nee, ik doe dat niet meer. Ze zijn er. Ik ben er niet in opgevoed, maar ze zijn er. En onbewust ga ik met mijn rug naar binnen, nu het zegt. Want als ik met mijn rug naar binnen ga, dan kan ik altijd zien als er iemand voor me staat of achter me aandoet. Maar vroeger was het wel zo. Om 7 uur zag je niemand op straat. De straat was helemaal stil. Maar ze zijn er, de dingen zijn er. Zolang je ze niet tegenkomt, kan je het tegendeel niet bewijzen. Ja. Maar toevallig ga ik met mijn rug naar binnen hoor. Zonder een idee nu je het zegt. Ja, maar ik doe het om... misschien loopt er iemand aan. Niet dat ik bang ben. We gonna talk it out, ladies. Net als die discussie op straat spannend is, gaat de discussie ook hier buiten jullie zicht gewoon door. Dat is hoe spannend het is om te praten over taboe onderwerpen. Maar belangrijk is, je moet erover praten. Wij gaan dus, behalve de discussie, hebben we ook altijd een leuk gedeelte bij onze uitzending. En onze gast mag dus samen met Meraki, Kress en Moor iets interessants maken. Blijf ons volgen. We gonna talk it out, ladies. Hi everybody, ik ben Melissa, de happy crafter achter Meraki's Crafts & More. En vandaag gaan we dus iets leuk maken met Patty. Yes. Normaliter doe ik dus hout, glas, epoxy, noem maar op. Ik probeer er alles wat van te maken. We gaan vandaag spijker art doen. Ik denk dat je het misschien kent van grootmoeders tijd. Ik heb dit op school geleerd, 30 jaren geleden. Maar we gaan dus iets leuks maken met spijkers en in dit geval haakdraad. We beginnen eigenlijk dat je dus je ontwerp gaat tekenen. We hebben hier een leuk stukje hout. Dit is volgens mij Sumaruba. En je mag dus eigenlijk tekenen wat je zou willen maken. Oké, mooi. Tekenen is niet mijn beste en mijn sterkste geweest, maar ik doe mijn best. Oké, dat is helemaal niet erg. Ze heeft dus een hartje getekend en het is eigenlijk zeg maar, die lobby toch? Ja, die lobby is centraal, belangrijk.
Vervolgens wat we dus doen, je hebt het getekend. Ja. Laat me even een beetje... Mooier maken. Een beetje conditioner. Een beetje maar, een beetje maar. Oké. Okay. Yes. En het is de bedoeling dus dat we dus met de spijkers, laten we het even houden voor zodat ze kunnen zien. Mm-hmm. Met de spijkers dus zeg ongeveer om elke centimeter ga je dus een spijkertje slaan. Oké. Okay. Dan mag je beginnen. Ik mag beginnen. Ja. Oké. Okay. Zo. So, ik ben Probeer zo recht als mogelijk, maar we kunnen altijd corrigeren, dus het is niet zo erg. Oké. Okay. Ga je gaan. Oké. Okay. Dat is ongeveer. Als het niet beweegt, is het helemaal goed. Ja. Oké, okay, dan mag ik verder gaan. Yes, dan mag je verder gaan. Oké, okay. Okay. Dit is dus een beetje te ver. Ja, ja, ja. Maar het is niet erg, het kan nog één tussen. Okay. Dus dit is ongeveer de afmeting die we willen hebben. Oké, okay, goed. Oké, okay. Dus hier ertussen. Maar in elk geval is het goed recht geslagen, dus ja, ja, ja. Patina prof. Ja, maar ik voorzien, ik moest bij mij. Ik heb een hok met mijn opa. Ah, is je? Ja. Dus kan ik kan gewoon verder gaan. Ik ben wel niet in de bouwwereld gegaan, maar ik kan wel wat spijkers slaan. Ja. Helemaal. Oké. Okay. Zie je, dat was zo snel en het hartje is ready. We gaan dus naar de volgende stap. Just choose your color. Welke kleur vind je het leukst om te gebruiken? Ah, die lobby toch. Mm-hmm. Rood. Oké, okay, we gaan met rood. Gaan we even kijken waar hij begint. En het is dus de bedoeling dat je vervolgens een knoopje maakt. Dus pick any place en je gaat hem lokken. Oké. Okay. Zo stevig als mogelijk. 2, 3 knopen. En dan probeer je hem naar beneden te drukken. Zo? Garen, ja. Mag een beetje naar beneden. Want het is de bedoeling dat je hem dus helemaal vult. Oké, okay, zo? Ja. En dan kan je hem dus 3 of 4 maal. Oké. Okay. Oké, okay, je hebt dus verschillende manieren waarop je je touw eigenlijk kan regen. Ik zal het noemen regen tussen de spijkers. Het is de bedoeling dat je dus een hele mooie compositie maakt. Oké. Okay. Normaliter vul ik de onderkant altijd eerst. Ja. Gewoon aan de onderkant. Dus elke keer als je dus om een spijker heen gaat, ga je hem dus drukken naar beneden. Mm-hmm. De onderkant, zodat je een... Laten we dit hier zetten. Dat zien jullie het ook. Het is een beetje krom, hè, maar dat was de bedoeling. Ga je dus bijvoorbeeld zo eromheen. Dat mag. Mm-hmm. Je kan zelf kiezen als je direct zigzag wil gaan. Oké. Okay. Maar het is de bedoeling dat we hem dus moeten vullen. Oké. Okay. Goed. You're free. Je kan met verschillende kleuren werken. Soms kan het dat je bijvoorbeeld de helft van het haartje in dit geval rood wilt hebben, de andere wit wilt hebben. Dat kan. Dan werk je altijd gewoon aan één kant en dan ga je vervolgens door met de volgende kleur. Zeg het al, je kan anything maken. Neem het. Zolang je een template hebt, sommige mensen kiezen ervoor om bijvoorbeeld een plaatje te printen. Erop te zetten. Ik vind het persoonlijk een beetje moeilijker, omdat als je dan de spijkers erin gaat zetten, automatisch het papier ook in het hout gaat en dan weghalen. Oeh, dat is echt een hoofdpijn. Dus het leuke en mooie van personalized gifts is eigenlijk wanneer je dus vooral mensen hebt die, ik zou zeggen, alles al hebben. Weet je, dit is maar sitikba. Kan je dus iets persoonlijks geven. En dat is wat we dus maken. We stemmen af op het zeg maar, karakter van de persoon, de favoriete kleuren. Eigenlijk hebben we dus hier bijvoorbeeld een presentje die hebben gemaakt voor Rodney Deegman. Het was een verrassing. He's all about positivity and personalized quotes. Dus de persoon die heeft aangevraagd, die ook gezegd van, weet je, doe een beetje onderzoek en ga zoeken.
ik weet niet of je het goed kan zien, het is een foto van toen hij in Dubai was. Natuurlijk ga ik ervan uit dat jullie weten over wie ik het heb. En de quote zegt, success is no accident, stop wishing, start doing. Het is een hele positieve boodschap en dat is dus iets wat we vooral proberen te doen met eigenlijk alle presentjes die we afgeven of voor mensen maken. Patricia die is bijna klaar. Het enige dat ze dus nu nog hoeft te doen is het laatste en dat is dus lokken. Ja. En dan kan je hetzelfde als wat je in het begin deed, gewoon weer een knoopje maken. Ja. En dan mag je hem dus afbinden en knippen. Of in dit geval sneden. Goed stevig. Hij gaat niet meer los. Deze is een hele oude, is al 5 jaar oud. Dus hij blijft heel lang en je kan hem dan gewoon hangen in je huis of op een tafel. Yes, dat was het. En dan kan je hem dan gewoon snijden. En dan mag je dan de kijkers wijzen. Wat het is geworden. Wat het is geworden. Dit is het. Dat is toch mooi. Dat is hard. Ja, inderdaad. En je hebt het gemaakt, je mag het hebben. Je mag Thank het houden, you. Speciaal voor jou. Yes. En als afsluiting nog een heel klein. Ze heeft een nieuw kapsel, ziet er al een hele tijd perfect uit. Een onderlegger, speciaal voor jou. Dankjewel, dankjewel. Zo mooi. Thank you. Yes. Nou, dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Kras bij Mel. We gaan het talk it out, ladies. Zo, we zijn terug. Mevrouw Etnel, ik zeg de hele tijd mevrouw Etnel, Patty. Ja, sorry, Patty. Je was net een beetje bezig met handenarbeid, zullen we het zo noemen. Vond je het leuk? Ja, het was heel interessant. Ben je vaak creatief bezig? Ja, heel vaak. Maar niet met het maken van crafts hoor. Nee. Met andere zaken ben ik heel creatief. Mijn werk, mijn business, dus dan ben ik heel creatief. Nu heb je iets nieuws geleerd. Ja, ik neem het mee. Ik neem het mee en ik ga proberen om het thuis te doen. Ik weet niet of ik dan heel last zal hebben van mijn vingers daarna. Maar ik ga proberen. Oké. Nou, we willen iedereen bedanken. We willen de sponsoren bedanken. Van onze sponsoren heb je een heleboel leuke gifts die je straks mag meenemen naar huis. Ja, het ziet er helemaal. Het ziet er spannend uit. Yes. Toch? Verder zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar niet te vergeten, onze beautiful clothes. Ik ben aangekleed door JJ Impera en jij? Ik ben aangekleed door Licious. Yes. Yeah. Ik ben ook door JJ Impera aangekleed. En ik wil niet vergeten om ook een big up te geven aan Crystallize, die ook mijn nagels voor me heeft gedaan. Beautiful people. Willen jullie door discussiëren over dit onderwerp, mogen jullie op onze social media kanalen, TikTok, Facebook, Instagram, whatever, follow us. Dan zien we jullie de volgende keer weer. This is another Supreme production. Supreme TV.